En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de Essence Coffee to Glow collectie testen. Dit is volgens mij de nieuwste collectie van Essence. En ik ben massaal door jullie bericht of ik deze collectie wilde reviewen. Maar ik had hem al gelijk besteld toen hij online stond bij Boozy Shop. En ik heb echt de hele collectie besteld. Er zaten ook een aantal skincare producten bij. Die heb ik niet besteld. Ik heb me echt gericht op alle make-up. En die heb ik gewoon echt allemaal. Dit is dus de Coffee to Glow collectie. Dus het heeft allemaal te maken met koffie. Dus alle koffieliefhebbers. Dit is echt een collectie voor jullie. Ik persoonlijk vind koffie echt vreselijk. Ik vind het super vies. Ik drink het niet. Ik vind de geur ook helemaal niks. Dus dit is eigenlijk niet echt een collectie voor mij. Maar ik dacht speciaal voor jullie wil ik hem toch gewoon alsnog reviewen. En ik vond hem er wel heel leuk uitzien. Even een hele snelle tip nu ik het heb over koffie voor de mensen die aan het afvallen zijn. Zoals jullie weten ben ik een jaar terug 20 kilo afgevallen. En ik heb een goede tip voor jullie. Cafeïne onderdrukt je hongergevoel. Maar dit is een tip die alleen maar geschikt gaat zijn voor mensen die geen koffie drinken. Want als je dat al doet, dan is jouw lichaam al gewend. Maar als je geen cafeïne drinkt, dan is dit een ideale tip voor jou. Drink elke ochtend een kopje koffie en het onderdrukt je hongergevoel echt voor zeker 4 uur. En voor de mensen die het niet lusten, zo was ik. Ik heb gewoon van die cafeïnepillen gehaald en die slik ik rond 12 uur zo. En dan heb ik serieus ongeveer 4 uur lang gewoon echt geen honger. Dus ja, dat is een goede tip. Je kunt het niet forever doen, want je lichaam gaat gewoon wennen aan de cafeïne. Maar voor een goede boost in het begin van je afvalproces vond ik het wel heel erg handig. Dus dat is een goede tip voor jullie. Maar goed, deze video gaat niet over afvallen. We gaan vandaag deze make-up testen. De make-up ziet er echt super leuk uit. Dus ik kan niet wachten om het te proberen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals je kunt zien heb ik mijn gezichtsmake-up al gedaan. Foundation, concealer, poeder, bronzer en blush. Want daarvoor zit er niks bij in deze collectie. Maar wat we wel hebben is een lip scrub. Dit is de Essence Coffee to Glow Coffee Lip Scrub. Where have you been all my life? Dit is dus echt een super goedkope lip scrub. En ik scrub altijd mijn lippen voordat ik begin met de video. Maar nou heb ik dat nog niet gedaan. Ik heb nog helemaal niet gescrubd, niks opgedaan. En ik heb vrij droog lippen. Dus we gaan deze proberen. Ik persoonlijk hou altijd van een beetje een agressieve scrub. Want ik wil echt dat de velletjes losgaan en zo. En meestal met dit soort betaalbare scrubs zijn ze iets te zacht. Maar we gaan het gewoon proberen. Er staat op dat hij je lippen hydrateert en dat er vitamine E en sunflowerolie in zit. Dus zonnebloemolie. By the way, de hele collectie is weer vegan en cruelty free. Er staat ook online dat er echte stukjes koffieboon in zit. Dat is wel leuk. Het ruikt echt naar koffie. Ik ga stuk. Dit is echt hilarisch. Dit is dan hoe de scrub eruit ziet. Zo bruin rondachtig. Oeh, het is ook echt zo bruin. En je ziet zo van die kleine scrubstukjes erin zitten. Zien we dit? Oh my god, die koffiegeur. Ik ga stuk. Ik vind dit echt hilarisch. Ik vind het altijd leuk dat als een collectie een bepaald thema heeft, dat ze er ook echt alles uithalen. Dus de geuren, de kleuren, alles gewoon. En dat is hier wel echt het geval. Oké, laten we gewoon gaan scrubben. Ik breng een beetje gewoon zo aan op mijn lippen. De lipscrub die ik normaal gebruik is toevallig gisteren opgegaan. Dus ik hoop dat die goed gaat zijn, want dan heb ik gelijk een nieuwe. En wat ik altijd doe, ik scrub niet met mijn vingers, maar met een wattenschijfje, want ik vind dat dat beter scrubt. Oké, nee, het doet dus echt helemaal niks gewoon. Oh, dit heb ik dus altijd met de meer betaalbare scrubs. Die zijn altijd veel te zacht en ze scrubben helemaal niet agressief genoeg. Het voelt een beetje alsof ik gewoon een lipbalmpje aanbreng die een beetje ruw aanvoelt. Oké, nou helaas, het eerste product van vandaag is voor mij niet echt een succes. Oké, even iets opdoen van een lipolie. Ik heb hier van iHeart Revolution een lipolie. En dan gaan we gewoon nu gelijk beginnen aan de ogen. Ik heb hier het Essence Coffee to Glow Eyeshadow Palette Up for Coffee. Dit is een paletje met 8 verschillende kleuren en matte en glanzende kleuren en 1 glossy kleur. Nou, dit is echt het meest schattige paletje ever. Hij is gewoon zo van karton gemaakt, maar er zit hier een magneetje in waardoor die wel gewoon echt goed dicht gaat. Dus dat vind ik wel weer fijn. De kleuren zien er prachtig uit, maar toen ik naar deze kleuren keek en vooral deze glossy kleur hier, dacht ik gelijk aan het Huda Beauty Naughty paletje, want dit is letterlijk een dupe van dat paletje. Ik heb dat paletje van Huda Beauty ook hier. Ik heb hier ook een hele video over gemaakt, mocht je geïnteresseerd zijn in dit paletje. Dit paletje is ook echt geweldig en heeft prachtige kleuren. En deze kleur hier is een beetje een glossy kleur. Oké, dit is dan het Huda Beauty paletje en deze is van Essence. En je ziet dat deze glossy kleur echt een dupe moet zijn van deze. Ik zal ze even swatchen. Je kunt ze niet heel goed zien, maar die van Huda Beauty is rechts en die van Essence is links. Die van Essence heeft bijna geen kleur. Het is meer gewoon een transparante gloss, terwijl die van Huda Beauty heeft echt zo'n roze kleur, zeg maar.
En je ziet ook dat de kleur hier is ook een beetje een dupe van, even kijken, deze kleur hier. Omdat ik hem al heb gebruikt is het niet meer heel goed te zien, maar deze kleur zag er ook echt zo uit. Dus ze hebben een beetje dit paletje nageaapt, alleen die van Huda Beauty is meer paarsachtig en die van Essence is wel echt bruin. Huda Beauty was zover. Ik weet de allereerste persoon die met zo'n glossy kleur uitkwam en sinds hun dat hadden gedaan, hebben nou een heleboel merken dat nageaapt. Maar ik vind hem echt helemaal niet fijn. Het maakt je ooglid helemaal zo plakkerig en alle kleuren verdwijnen en verschuiven. Dus ik vind hem eigenlijk helemaal niet fijn. Ook niet die van het Huda Beauty paletje. Maar goed, we gaan gewoon vandaag dit paletje proberen. Ik ga even deze kleur swatchen. Ik ben een beetje benieuwd wat voor kleur dit wordt. Mijn nagels zijn nou zo lang dat ik bijna niet meer goed kan swatchen. Zo annoying. Kijk deze kleur hoe mooi. I love it. Ik moet zeggen, als ik mag spreken uit ervaring, Essence heeft niet echt goede oogschaduwpaletten altijd. Maar goed, hij is wel echt super goedkoop. En ja, we gaan gewoon proberen en kijken wat we ervan vinden. Dus laten we inzoomen op de ogen. Ik heb al gepruimd met concealer, dus we kunnen gewoon gelijk ingaan met het paletje. Ik ga beginnen met een matte kleur hier. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de iets donkerdere bruine matte kleur hier. Die gaat ook in mijn arcadeboog. Oeh, die is echt een stuk donkerder. De kleuren zien er wel echt prachtig uit. De kleuren zijn ook echt geïnspireerd op koffie. Dan pak ik deze donkere matte kleur hier. Die breng ik vooral in de buitenste hoek aan. En ook zo in mijn arcadeboog. En dan pak ik deze kleur hier. Deze kleur zou ik normaliter niet meer gebruiken. Normaal zou ik het gewoon zo laten. Maar ik wil gewoon elk kleurtje in dit paletje gebruiken. En deze breng ik ook aan in de buitenste hoek om het nog iets donkerder te maken. Dan ga ik al die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, ik heb nou echt gewoon letterlijk elke matte kleur uit het paletje gebruikt. Wat ik goed vind eraan is dat ze best wel goed zijn gepigmenteerd. Wat ik alleen minder vind is dat ze best wel poederig zijn. Ze gaan een beetje overal heen zoals je kunt zien. Ik heb het echt rond gemaakt, maar het blijft niet rond. Het is gewoon helemaal zo naar buiten gegaan en dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. En ze mochten ook wel iets beter blenden, maar ja, whatever. Uiteindelijk is het wel mooi. Nou ga ik in met de glanzende kleuren. Ik was eigenlijk van plan om deze kleur hier over te slaan, omdat ik al weet dat ik hem niks vind. Maar ik denk toch dat een heleboel van jullie deze kleur wel graag in actie zouden willen zien. Dus ik ga hem gewoon eerst aanbrengen als soort van plakkerige basis of zo. Oké, je ziet echt letterlijk helemaal niks. Het is gewoon een soort van plakkerige glosje of zo. Kijk, je ziet hier wel dat het de oogschaduw eronder heeft weggehaald. Maar het laat geen kleur achter of zo. Die van Huda Beauty laat tenminste nog een beetje een kleur achter, waardoor je nog wel iets hebt van een oogschaduw. Maar deze haalt alleen maar oogschaduw weg en laat niks achter. Nou, dit is het dan. Ik vind helemaal niks. Ik ga de glanzende kleur hier aanbrengen. Die is een beetje donkerbruin glanzend. Ik ga ook weer echt like elke glanzende kleur gebruiken. Oeh, deze ziet er wel echt heel mooi uit. En die breng ik aan hier zo in het midden. Wauw, kijk deze pigment. Heel mooi. Deze breng ik in het midden aan en dan richting het uiteinde. Nou pak ik deze glanzende kleur hier. Die voelt een beetje zacht aan of zo. En die breng ik hier zo in de binnenste hoek aan op mijn ooglid. Die is een beetje roze paarsachtig. Die is iets lichter. Oké, die formule vind ik iets minder dan die kleur van net. Die kleur van net voelde echt heel fijn aan en heel glanzend. Terwijl deze kleur is iets minder glanzend en blendt iets minder goed mee. Maar ik vind hem nog wel gewoon mooi. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Oeh, die is ook echt heel erg mooi. En dan met wat er nog op mijn kwast zit, breng ik het ook een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Oké, dit is dan de uiteindelijke look. Is dit het beste paletje? Ja. Nee, niet echt. De glanzende kleuren mochten ook wel echt iets heftiger zijn. Deze glanzende kleur vind ik echt wel echt heel erg mooi. Maar ik moet zeggen, ook die matte kleuren veel te poederig. Ik ga even mijn ooglook afmaken en dan kom ik zo bij je terug. Oké, ooglook is helemaal af. Ik heb een wing aangebracht en nep wimpers en that's it. De ooglook is uiteindelijk wel oké geworden. Maar ja, het is gewoon niet echt de beste kwaliteit ever. Ik heb al gebronsd en blush op, want ik ga nou in met een highlighter. Dit is de Essence Coffee to Glow Highlighter Beans Meant to Bean Together. Deze highlighter ziet er zo grappig uit. Dit zijn dus gewoon zogenaamd van die koffieboontjes. Echt super apart. Ik vind het echt zo apart. Maar ik vind het wel echt heel leuk uitzien. En ik denk dat de kleur ook echt prachtig zo goudbruin gaat zijn. En dat is echt ideaal voor mijn huidskleur. Ik had niet verwacht dat ze er los in liggen. Ze zijn er allemaal uitgevallen. Oh my god, jongens, kijk even dit. Ze zijn er gewoon allemaal uitgevallen. Ik ga ze weer even verzamelen en erin doen. Ik dacht dat ze gewoon vast zaten. Oké, nou, ik heb ze gewoon weer zo geprobeerd er allemaal in te zetten. Zo hadden ze echt beter gewoon vast kunnen zetten, want dit zo is echt niet handig. Dit is de Essence Coffee to Glow Scented Highlighter Brush. Hello Beautiful.
En dit is dus een kwast die gaat samen met deze highlighter. Ik moet wel zeggen, ik vind hem best wel groot voor highlighter. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Zo heel mooi bruin mat. Maar ik vind hem meegeschikt voor een blush. Want hij is best wel groot. Kijk, dit is wat ik normaal gebruik. Die is echt een stuk kleiner. Dus ik persoonlijk zou dit eerder gebruiken voor blush of voor poeder of zo. Hij is wel echt prachtig. Hij voelt echt heel luxe aan. Hij ziet er ook heel mooi uit. Het bruin matte. I love it. En deze ruikt ook naar koffie. Hij heeft een caramel macchiato geur. Ik ga stuk. Ik vind het zo apart dat ze zelf de kwast een geur hebben gegeven. I love it. En deze ruikt ook naar koffie. Echt zo apart dit. Oké, nou ja. Ik ga gewoon zo in met mijn kwast. En ik pak gewoon een beetje van die highlighter. Ik hoop dat ze er niet weer allemaal uit gaan vallen. Nee, ik zie een beetje glow. Maar het is ook echt moeilijk om een beetje te pakken. Want alles zit zo los. En ik ben heel erg bang dat er iets afvalt ofzo. Oké, ja, ik zie wel een beetje een bronzy glow, maar hij is best wel donker en niet echt heel glanzend. Ik ga even mijn normale kwast gebruiken, want ik denk dat die toch iets meer oppakt. Ik pak even vooral de wat lichtere kleurtjes. Nee, ook niet heel veel. Oké, dus het ligt niet aan de kwast. Ja, jongens, ik vind dit echt helemaal niet handig. Ze hadden ze echt vast moeten maken. Whatever, ik breng gewoon een beetje aan, ook al zie je niet heel veel. Ik zie wel een hele kleine bronzy glow. Hij is wel best wel donker, dus hij is echt alleen maar geschikt voor mensen met een medium tot donkere huidskleur. Niet met een lichte huidskleur. En dan met een hele kleine kwast pak ik een beetje van de lichtere boontjes. Die kleur breng ik dan aan op mijn neus. Ja, kijk, er komt echt gewoon bijna niks van af. Ik zie gewoon bijna helemaal niks. Deze highlighter, ondanks dat hij er echt heel leuk uitzag en ik hoge verwachtingen had, ik vind hem helemaal niks. Ik heb hier ook de highlighter van de Essence Vintage Beach collectie. Die lijkt een beetje erop en die is echt super fijn. Deze is echt super mooi goud. Ik ga even het verschil laten zien. Ik snap niet hoe ze eentje zo goed kunnen maken en eentje zo slecht. Pak een beetje van deze. Kijk even wat voor een glow die geeft. Zie je dit? Kijk even het verschil met hier. En hier. Deze is echt super mooi goud. De kwast is echter wel echt veel te groot. Deze is echt super mooi. Ik heb ook een hele video gemaakt over de Vintage Beach collectie. Mocht je hem hebben gemist. Ik ben nou gewoon deze overal aan het aanbrengen. Nou, ik had verwacht dat ik de kwast niet fijn ging vinden. En dit product wel. Maar het is precies andersom. Deze vind ik echt slecht. En de kwast vind ik op zich wel fijn. Alleen nogmaals, ik zou hem dus voor iets anders gebruiken. En dan als laatste hebben we een spray. Dit is de Essence Coffee to Glow Body and Mind Wake Up Mist 01 Give It Your Best Shot. En dit is een refreshing spray om je gezicht gewoon weer te refreshen en te hydrateren. Deze heeft ook een caramel macchiato geur. En hij is verrijkt met cafeïne. Even sprayen. Deze ruikt best wel lekker. Ik vind deze qua geur het lekkerst, want hij ruikt een beetje zoetachtig. En dat vind ik wel fijn. Nou, deze spray is echt heerlijk. De meeste Essence sprays zijn altijd zo agressief en zo. Deze echt totaal niet. De spray is echt super fijn. Het valt helemaal zo als een zachte mist op je gezicht. De geur is echt fantastisch. Niet te heftig. Love it. En ik zie ook echt dat hij mijn gezicht goed refresht en hydrateert. Dit is echt de winnaar van vandaag. Had ik echt niet verwacht. Oké, nou dat was de hele collectie. Ik moet nog wel even iets aanbrengen op de lippen. Omdat dit een Essence collectie is, zal ik ook een Essence lipstick aanbrengen. Omdat mijn hele make-up zo neutraal is, lijkt het me wel leuk om in te gaan met een donkere Essence kleur. Dit is de Essence This Is Me lipstick in de kleur 7 Enough. En dit is echt een hele donkere kleur. Nou jongens, dit is dan het eindresultaat. Wat vinden we ervan? Ik vind de look uiteindelijk echt heel erg mooi geworden. Ik zal jullie eventjes mijn eindmening vertellen over alle producten. Dit oogschaduwpaletje, ik vind hem niet echt waard. Als hij echt 4 euro was, dan had ik gezegd ja, hij is het gewoon waard. Maar voor 7 euro... Voor 10 euro heb je al hele goede paletjes van Revolution. Dus ja, daarom raad ik hem gewoon niet aan. Te poederig en hij blendt gewoon niet fijn. Deze highlighter, ik denk dat ik hier geen woorden meer aan vuil hoef te maken. Hij is gewoon helemaal niet fijn. Deze kwast vind ik wel fijn. En de winnaar van vandaag is echt deze spray. De geur is fijn, de sprayer is gewoon echt heel fijn. En hij hydrateert de huid echt heel mooi. En hij refresht echt. So I love it. Oh, en de lipscrub. Ik ben gewoon de lipscrub helemaal vergeten. Die raad ik ook niet aan. Ik vind hem niet fijn. Hij scrubt gewoon echt helemaal niet. Dus deze drie producten raad ik niet aan. En wat ik wel aanraad is eigenlijk alleen maar de spray en de kwast. Nou, ik hoop dat jullie zoals altijd weer hebben genoten van de video. Laat me weten beneden in de reacties wat je ervan vond. Vond je het leuk? Vond je het niet leuk? Wat vind je van de collectie? Heeft hij een beetje teleurgesteld? Hij zag er wel zo mooi uit. Maar ja, ik ben in ieder geval heel blij dat ik een fijne kwast en spray heb gevonden. Maar goed, laat me jouw mening weten beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En laat me weten wat voor make-up collecties of wat voor video's je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!